tot zijn eigen grote verrassing, en die van ons, heb opa vandaag de leeftijd van 95 gehaald. 95? Hoe kom je daar nou bij? Nou, er staan 95 kaars op die taart. Ja, er waren er niet meer, Johnny. Oh. Nou, hoe dan ook, ik wens die opa van mij nog vele jaren. Hé, hey, wacht eens even. Het is wel mijn opa, hoor. Nee, dat is niet waar. Ma heeft altijd gezegd dat het mijn opa was. Toch, ma? Ja, je zegt wel eens zoiets, zodat jullie die man sneller accepteren. Maar eerlijk gezegd weet ik ook niet meer precies hoe het zat. Maar wel die hebberigheid van jou. Ja, en mijn muzikale gevoel? Daarentegen weer het intellect van Kees. Precies. Zeg, Johnny, schiet nou eens op. We willen taart. Oh ja, goed. Nou, opa, dadelijk even goed uitkijken bij het uitblazen van die kaarsjes. Want je hebt al wat gedronken, dus dit kan een flinke steekvlam geven. Geintje. Nou, pak je cadeau maar uit. Jouw idee, Johnny? Nee, dat is een ideetje van Kees. Maar hij lijkt bungee jumping meer wat voor jou. Ja, ik sta hier niet voor niks. Hey, ouwe, wil even erbij blijven. Het koekkappen begint zo dadelijk. Waarom grijpt hij naar zijn vest? Misschien wilde ze een portemonnee pakken. Wij trakteren we, opa. Deze is voor ons. Dat is ook wat organiseren we. Feestje, die valt in je slaap. Ik denk niet dat hij in slaap is gevallen, Johnny. Wat, hè? Hij ademt niet meer. Hij is dood. Mens, ik schrik me rot. Dat was een vol glas. Nee, er zit geen enkele beweging meer in. Volgens mij is hij er geweest. Zeg niks, Johnny. Hij was nooit zo gek op water. Vreemd. Die man is normaal niet stuk te krijgen. Hij heeft ooit nog eens een hele nacht buiten gestaan, weet je nog? Toen we vergeten hadden hem binnen te halen. Dat was afgelopen winter. Ja, en toen we hem hadden afgekrapt, begon hij na een paar uur gewoon weer te ademen. Dus ik begrijp het niet. Nee. Zeg, Johnny. Ik ga, kan ik mijn geld krijgen? Je hebt die oude omgebracht, daar wil je ook nog geld voor hebben. Ja, ho, het is mijn schuld niet. Hij is ineens dood. We hadden 100 afgesproken. Ik wil 100 en anders stuur ik Tony. Hé, de afspraak was 100. Ja, de rest hou ik achter voor een rouwkrans. Nou, wegwezen. Wat? Gaat ze nou al weg, maar ze heeft nog niks laten zien? Wil je nog meer zien? Is dit niet voldoende? Mogen we de kaars uitblazen? We hebben zin in taart. Die kaarsjes kunnen we nog gebruiken voor de begrafenis. Bewaren dus. Het uitblazen van die kaarsjes had hij ook niet overleefd. Maar wat nou? Wat doen we nou met hem? Tja, begraven ligt het meest voor de hand. Maar dat kost toch hartstikke veel poen, zo'n begrafenis? Maar je moet wel iets voor die opa van jou over hebben, Kees. Hoezo mijn opa? Het was toch jouw opa? Ik vind hem veel te nerveus met vrouwen. Dat kan nooit familie van mij wezen. Kunnen we hem niet gewoon hier in de tuin begraven? Dat scheelt weer geld. Nee, maar dan gaf whisky hem elke keer op. We kennen hem natuurlijk cremeren. Cremeren? Wat is dat? Opstoken. Dan zetten we hem gewoon in de kachel. En dan? Nou, dan gaan we eromheen zitten, net als met kerstmis, maar dan een beetje anders. Ja, fikkie stoken. Mogen wij dan ook een steunjes poffen? Ja, natuurlijk, dat ken. Toch niet zo raar? Je gaat je eigen familie toch niet opstoken? Ik wil dat hij een normale begrafenis krijgt. Ja, maar wie gaat dat dan betalen, Kees? Ik bedoel, die ouwe die heeft ons de laatste jaren echt alleen maar geld gekost. Hebt hij dan geen begrafenisverzekering of zoiets? Nee, niks. Ook geen poen. Op zijn kamer dan? Misschien heeft hij daar wat verstopt. Kees, die ouwe heeft geen kamer. Heb je ook nooit gehad?
Heeft hij anders niet iets wat we kunnen verpatsen? Zijn kunstgebied misschien. Dat heb je toch nooit in. Waar ligt dat eigenlijk? Is weg. Is opgelost. Opgelost? Hoe bedoel je? Hij heeft per ongeluk een keer in een glaasje met cola gelegd. Aha. En de rolstoel van hem? Ja, is die niet zwaard? Nou, dat dacht ik niet. Dat is nou niet echt een gangbaar modelletje, hè? Nou, wat doen we met hem? Hij kan hier niet de hele dag blijven zitten met die stomme grijns op zijn gezicht. Ik krijg honger van al het nadenken. Was er nog zalmsalade? Genoeg, de hele tafel staat vol. Wordt vandaag toch niet echt meer feesten. Dus help jezelf. Nou, kom, kindje, trek het je niet aan. Hij heeft een leuk leven gehad. Dat weet ik. Maar ik heb niet zwart om aan te trekken op de begrafenis. Maak je me niet te sappel, Kees. Als we niks bedenken, komt er helemaal geen begrafenis. Dan wordt het gewoon een grote jute zakken, paar zware stenen en een snelstromende rivier. Maar we moeten toch aan geld kunnen komen voor een begrafenis? Ja, kunnen we die meid van zo net er niet bij lappen? Die heeft hem tenslotte de stuip op het lijf gejaagd. Ja, en wat dan maar? Geld eisen. Ze is een stripper. We kunnen hem moeilijk nog een keer uitkleden. Ik zou het anders ook niet weten. Kijk, als hij naar de pijp uit was gegaan omdat hij iets verkeerds had gegeten, dan kun je een flinke schadevergoeding eisen. Dat kan aardig oplopen. Tja. Wacht eens even, die zalmsalade. Ja, dat is erbij. Die is giftig. Giftig? Oh. Je moet dat nou. Wat zit jij nou te zwammen? Er zit helemaal geen gif in die salade. Oh, wat is die visboer slordig geweest met die salade? Moet je zien, er zit zomaar rattengif in. Ik begrijp het niet, Johnny. Zo kunnen we die salade echt niet meer eten. Nee, hij is ook niet voor ons, Kees. Hij is voor opa. Voor opa? Maar die is... dood. En nou weet je waarom. Er zat rattengif in. Voor zijn eigen bestwil, Kees. Zijn eigen bestwil, hij is toch dood? Kees heeft het over zijn begrafenis. Als die ouder eentje wil hebben, dan moet hij wel even meewerken. Ja, kijk, hij is gestorven aan de zalmsalade. De zalmsalade? Ik dacht een hartaanval. Nee, de zalmsalade. Hij heeft... Hoe was het ook alweer, Johnny? Vergiftigd. Hij is vergiftigd. Er zat rattengif in de zalmsalade. Echt waar? Maar waarom stop je hem dan vol? Dat rattengif is toch gevaarlijk? Dat is waar, Johnny. Nu gaat hij nog meer dood. Dat is als ze seksie op hem gaan verrichten. Seks op opa? Nee, als ze hem opensnijden, moet er wel rattengif en zalmsalade in zijn maag zitten. Wie gaat opa opensnijden? De politie. Zo, dat lijkt me wel voldoende. Dan ga ik namelijk eens even die visboer opbellen en een flinke schadevergoeding eisen. Vuile gifmenger, heb je zomaar onze opa vergiftigd. Het is toch niet te geloven, hè? De smeerlap. Nou ja. Ik krijg tenminste een mooie begrafenis met een hele mooie steen. Zeg dat we het niet pikken, Johnny. Ja? Spreek ik met vishandel het tonijntje? Ja. Mooi. En mijn moeder die heeft gisteren bij u een zalmsalade gekocht. Zalmsalade? Ja, maar dat kan kloppen. Dat is onze specialiteit. Is dat uw specialiteit? Mijn opa is zojuist bezweken aan die zalmsalade van jullie. Nou jij. Ja, nou jij. Maar dat is afschuwelijk. Hoe heb het kunnen gebeuren? Nou, gewoon. Hij nam een paar happen en hoppa, plat op zijn rug. Dood. Is een boom van een vent. Hij deed nooit kinderachtig over zijn eten. Maar ja, die zalmsalade van jou, die was hem dus wel even te machtig. Ik kan het haast niet geloven. Uw opa, de arme man. Ik weet niet wat ik zeggen moet. Nou, ik wel. Mijn moeder komt hier niet meer overheen. Dus alleen een fikse schadevergoeding kan het verlies nog een beetje goed maken. Wij dachten in de richting van... Ik weet hoe uw moeder zich moet voelen. Ik vind het verschrikkelijk. Ik heb vorige maand mijn vrouw ook verloren. Hallo? Wij dachten dus aan een bedrag van... En niets kan het verlies van een dierbare goed maken. Geen geld, niets. En sinds mijn zoon 2 weken geleden is opgenomen vanwege een overdosis drugs. Hij zit maar door te zaniken over zijn familie. De egoïst. Dat familie belangrijk Mag ik even? Ik wilde toch nog even terugkomen op dat geld.
We zijn al tevreden. En met de zaak gaat het ook steeds slechter. Ik weet niet eens of ik mijn leveranciers wel kan betalen. Al die rekeningen. En mijn dochter is er ook vandoor. Die kon er niet meer tegen. En nu dit. Het is allemaal mijn schuld. Nou, weet je wat, dan weet ik het goed gemaakt. We doen het voor wat je nou in de kassa hebt zitten. Kom ik het zo dadelijk even ophalen, praten we nergens meer over. Allemaal mijn schuld. Ma, ik ben bang dat je voortaan ergens anders je vis moet gaan halen. Mooie boel. Sorry, ma. Dan moet ik elke keer naar het winkelcentrum in Zuid voor de vis. Dat is 2 haltes verder. Zeg, moeten we opa netjes begraven? Hij begint een beetje te stinken. Nee, toet, dat deed hij altijd al. Hij ging maar 1 keer per maand in bad. Omdat zijn rolstoel anders te veel ging roesten tijdens het douchen. Hé, kunnen we hem niet aan de universiteit schenken? Daar moeten ze toch altijd van die proefkonijnen hebben om in te snijden? Dan krijgen we er misschien nog geld voor ook. Nee, dat wil ik niet. Dat is zielig voor opa. Hij hield niet van dokters en van ziekenhuizen. Oh, gelukkig was dat wederzijds. Toch moeten we iets doen. Het geld voor die begrafenis moet ergens vandaan komen. Het zal in ieder geval niet van ons kunnen komen, want wij hebben niks. Je hebt me op een ideetje gebracht, Kees. Kom. We gaan even een eindje wandelen. Met opa. Een wandelingetje? Met opa? Ja, hij hield toch altijd van een wandelingetje? Ja, maar toen leefde hij nog, Johnny. Kom. Dan moeten we hier wachten. Ja, het is net als met vissen. Wachten tot ze bijten. Deze? Nee. Dat is een secretaresse of zo. Die verdienen niks. Die dan? Die paars? Dat wordt hem. Bingo. Opa. Kijk nou toch eens, wat hebben ze met je gedaan? Nou. Maar ik had hem niet gezien. Hij stak plotseling de straat over. Is alles goed? Ik vrees voor niet. Hij is dood. Wat? Nee, dat kan niet. Ik heb hem nauwelijks aangeraakt. Dat kan niet. Oh nee? Moet je zijn pols eens voelen? Zo dood als wat? Ja, maar ik kon er niks aan doen. Ik heb een gezin en een zaak. Ik reed absoluut niet te hard. Rustig aan. Het is voor ons ook geen pretje. Hè? Wat dacht u dan? Dit is onze opa. Moet ik misschien een ziekenwagen bellen? Of de politie? Ik heb een gezin. En een zaak. Laten we nou vooral het hoofd koel houden. Kijk. Dit was onze allerliefste opa. Niemand die kan hem meer terugbrengen. Dat is erg. Maar mijn broer en ik die zijn bereid om alle nare dingen voor u af te handelen. Met de politie en zo. Dat ze u daar niet mee lastigvallen, begrijpt u? Ja, maar ik kan er niks aan doen. Ik heb een gezin. En een zaak. Dat er geen kwaaie opzet in het spel is, dat begrijp ik. U bent geen crimineel met een strafblad. Het is voor u ook een klap. Als u nou gewoon een cheque uitschrijft van zo'n 10.000 gulden... dan zorgen wij ervoor dat u buitenschot blijft. Meent u dat echt? Ja. Hoef ik dan niet naar de politie? Het blijft onder ons. Het blijft onder ons. En mij. Bedankt. En mondje dicht tegen de andere, hè? Wij regelen verder alles op. Ja, mijn auto is beschadigd. Oh ja, dan maar een tijdje niet meer in rij. Andere mensen zouden wel eens wat van kunnen gaan denken. Misschien zijn er wel getuigen geweest. Ja, ik neem voorlopig wel de auto van mijn vrouw tot alles zo'n beetje is overgewaaid. Prima idee. Tot ziens dan maar. Wordt het toch nog een mooie begrafenis voor opa. En dat heb je helemaal ergens verdiend. Goeiedag, mevrouw Vlodde. Nog van harte proficiat met de verjaardag van opa. Dat hij nog maar lange mag leven. En, waar is het feestvak? Wie? Oh, opa. Johnny en Kees zijn een stukje met de mom. Ik mag nog niks verklappen, maar ik kan u vertellen dat ik een heel grote verrassing heb voor opa. Ja,
maar... Nee, ik weet dat u nieuwsgierig bent, maar ik ben hier heel duidelijk over geïnstrueerd. Ik mag het alleen aan opa vertellen. Het moet een echte verrassing blijven. Nou, dat zal het zeker zijn. Dat ging wel makkelijk, hè, Johnny? Ja, we hadden die eikel goed te pakken. Maar zonder opa was het niet gelukt. Denk je dat het de tweede keer ook zal lukken? Tweede keer? Hoe bedoel je? Nou, gewoon nog een keer. Net zoals daarnet. Je bedoelt nog een keer een ongelukje met opa? Ja, dan houden we er zelf ook nog wat aan over. Nog eens 10.000 gulden. Dan kunnen we met nieuwe kleren op de begrafenis komen. En met een nieuwe auto. Ik denk dat opa het niet anders zou hebben gewild. Ja, is het toch een beetje voor opa. Kun je zien wat eraan komt? Ja, een witte auto. Prima. Zet hem op, opa. Opa! Kijk daar toch eens aan, wat hebben ze met je gedaan? Nou. Zeg, wat heeft dit te betekenen? Het is nu de tweede keer hè, dat ik die opa van jullie aanrijd. Ja, dat is een kleine wereld. Hè. Had u geen paarse auto? Ik had er net een aanrijding, herinner je nog, dus ik rijd nou in de wagen van mevrouw. Stelletje oplichters. Jullie belazeren de kluit. Nee, hij is echt dood, voel maar. Ja, ja. En dan was hij zeker al lang dood. Ja, van toen u hem er net aanreed. Hè? Dan wil ik er nu een dokter bij hebben. Die kan dan vaststellen waaraan en wanneer hij is overleden. Er woont hier een doktersgroep in de buurt, dus dat is snel geregeld. Nou, liever niet. Dan wil ik mijn geld terug. Nu, voor de politie erbij haal. Zo. En dan wil ik nu weer doorrijden, dus haal die opa van je van de weg. Anders krijgt hij een bandenpatroon over zijn jasje. De tweede keer ging niet zo goed als Johnny. Denk je dat we dit wel moeten doen, Johnny? Ach, weet je, Kees. Treinen is alles geweest voor die man. En een zeeman geeft je ook een graf op zee. Misschien kunnen we nog een leuke smartengeldregeling treffen. Bij de spoorwegen, Kees, wie weet. Johnny, moet hem niet een laatste woord of zoiets? Hij heeft zich altijd ingezet voor het treinverkeer, maar na vele trouwe jaren wachtte hem het zijspoor. Ouwe, veel geluk op weg naar die grotere mies in de hemel. De ijzeren baan geeft, de ijzeren baan neemt. Amen. Dat was mooi, Johnny. Heb je dat van jezelf? Nee, dat heb ik eens gelezen in een stationsrestauratie op een suikerzakje. Kom maar, Christ. Ik hoop voor hem dat het snel gaat. Als hij boft, is de sneltrein. Zou er nog taart over zijn? Johnny, Kees, eindelijk, daar zijn jullie. Waar is opa? Opa? Ja, jullie moeder zei dat jullie even een blokje met hem om waren gegaan. Oh, heb ze je ook nog meer verteld? Nee. Ze wilde het naadje van de kous weten. Maar ik mag het goede nieuws alleen aan jullie opa vertellen. Alleen aan opa, hè? Kan je het niet aan ons vertellen, Sjaki? Ach, waarom niet? Ten slotte weten jullie het dadelijk ook. Kijk, ik ben aangesteld door de commissaris van de koningin... om jullie opa te eren voor zijn bijdrage aan de spoorwegen. Nou, is dat alles? Een dankwoordje. Nou, het is wel wat meer. Kijk, jullie opa is namelijk de allereerste stoker geweest bij de spoorwegen. Ja, stoker kon niet. Hij krijgt daarvoor een 24 karaats gouden plak... plus 2 onderscheidingen en een envelop met een gouden handdruk. En hij mag een dagje met de hele familie naar het Spoorwegmuseum. Is dat niet fantastisch? Is dat echt goud, Sjaki? Echt goud, fortuinwaard. Mooi, hè? Kennen wij het niet aannemen, Sjaki, dat wij het dan weer later aan opa geven? Nee, dat kan helaas niet. Ik heb zeer duidelijke instructies van de commissaris van de koningin. Ik mag het alleen aan jullie opa overhandigen. En deze fotograaf zal het opspelden van de onderscheidingen vastleggen. Nou, ik weet niet of dat nou wel zo'n leuk plaatje wordt, Sjaki.
Natuurlijk wel, jullie opa is heel fotogeniek. Waar blijft hij eigenlijk? Hij is nog even naar de treinen aan het kijken. De treinen? Oh, dan zal hij zo wel komen, want er rijden helemaal geen treinen vandaag, want er is een staking. Is dat waar? Er rijden helemaal geen treinen? Weet je wat? We halen hem meteen, nu. Ja, we halen hem even. Maar hij is wel bezig met zijn middagdutje, dus niet gek opkijken als hij slaapt, hè? Goedendag. Deze meneer hoort toch bij u? Ja, wij wandelden door het bos en wij zagen dat u opa vergat bij het spoor. Wij zijn u dus maar gevolgd. Oh ja, goed idee, bedankt. Maar het gaat niet zo goed met uw opa, heb ik het vermoeden. Nee, dat kan kloppen. Hij... Hij heeft zo'n nare hoest. Hoest? Hoezo hoest? Leeft hij dan nog? Hoe bedoelt u, leeft hij dan nog? Zie je wel, ik zei toch dat die ouwe niet kapot te krijgen was? Hallo, opa. Hij leeft. Opa, je leeft. Het is een nogal hechte familie, ziet u, en ze zijn zeer bezorgd om elkaar. Vandaar, dat kunt u wel zien. Nou, dan zit ik maar overgaan tot het officiële gedeelte, nu opa er weer is. Namens de commissaris van de koningin speld ik u deze onderscheiding op voor uw bijdrage aan het spoor. Dat lucht op, hè?